We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 17 augustus. Aan het begin van de avond zullen er perioden van wijdverspreide onweersbuien voorkomen over geheel Suriname. Naarmate de avond vordert, nemen de buien geleidelijk af, alhoewel er langs de kustlijn kans is op enkele lokale lichte regenbuien. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgen, 17 augustus, zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn gedurende de dag, dit met zonnige perioden. In de middag is er een toename in enkele verspreide lichte tot soms matige buien die gepaard gaan met onweer en of windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 17 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur. In de middag is er kans op enkele kortstondige onweersbuien, dit voornamelijk in het noordoosten van het land.